Kees 531 werd geboren als Kees van Raapsille bij de Fokkers familie Schrauwen. Hij is de eerste goedgekeurde zoon van Tjebbe 500 uit een kroon AAA sportmerrie van Maurus 441. Kees 531 komt uit stam 22 en heeft een verwantschap van 18,2%. Het is een nieuwsgierige hengst en in zijn gedrag een echte hengst met een dominant karakter. Ondanks dat hij gauw is afgeleid, laat hij zich goed bewerken. Kees 531 heeft veel rasuitstraling met een lange verticale hals, een voldoende edelhoofd en voldoende behang. Hij is lang gelijnd met een opwaartse romprichting en iets gerekt in het middenstuk. De bovenlijn mocht wat geslotener zijn, maar de hengst heeft een schuine lange schouder en een lang goed liggend kruis. Het beenwerk van Kees 531 is hard en droog. Kees 531 heeft als driejarige het centraal onderzoek doorlopen en gedurende de test heeft hij meer rust in zijn presentatie gekregen. Hij heeft veel aanleg als rij, men en tuigpaard. De hengst heeft veel looplust en is werkwillig. Zijn zeer goede galop valt op met sprong en afdruk en is opwaarts. Zijn draf is lichtvoetig met veel souplesse en lichaamsgebruik. Hij heeft een actief achterbeen en kan goed schakelen. Zijn stap is zuiver, taktmatig met voldoende activiteit en ruimte. Voor de wagen valt zijn front en looplust op. Hij heeft dan veel schoudervrijheid en techniek in het voorbeen. Hij kan goed schakelen en heeft een ruim zweefmoment. Kees 531 kan lang gelijndheid toevoegen met de juiste kruislengte en kruisligging. Bovendien kan de hengst de galop en het schakelend vermogen verbeteren.